In de krant stond een heel stuk over de scholieren die hun middelbare school afgemaakt hebben. En over wat ze allemaal gaan doen, welke richting ze uitgaan. Een interessant artikel. Er stond dat er een aantal jongelui zijn die, en ik geloof zelfs de meeste, die na een welverdiende vakantie weer verder gaan met studeren. Dus de studie weer oppakken, doorgaan. Er zijn er ook die meteen aan het werk gaan, hun ambacht gaan uitoefenen en tegelijk daarbij weer verder gaan met de studie. Dat is één groep. Er is ook een groep en die zegt, ik ga een jaar niet naar de boeken kijken en er ook niet in kijken. Ik ga naar het buitenland en ik ga daar eens rondtrekken. En ik doe mee aan bepaalde projecten waar ik mij wat in werk en tegelijk veel zie. En wat ik verdien, dat is niet zo belangrijk. Ik wil de wereld leren kennen. En er zijn er die er nog een stapje verder gaan. Die zeggen nou, ik ga gewoon weg hier in Nederland. En ik zie wel waar ik overal terechtkom. Ik heb wel een bepaalde lijnen in mijn hoofd zitten. Maar ik ga niet aan een project deelnemen. Ik trek rond. Ik wil de wereld echt leren verkennen. Dat is dus een tweede groep. Een derde groep die zegt, nou, ik wil eigenlijk eens nadenken. Gewoon in alle rust over wie ben ik? Wat heb ik gedaan? Waar ligt mijn toekomst? Wat lokt mij? Wat lijkt mij goed? En ze trekken zich dus een beetje terug uit al dat gewoel van het dagelijkse leven. De studieboeken laten ze dicht. Ze lezen wat, ze luisteren naar rustige muziek. Ze gaan eens naar een mooi concert, ze gaan eens naar een museum. En sommigen zoeken een klooster op. Of een stiltecentrum waar ze zich terugtrekken. Een paar dagen, een week, een maand, een paar maanden. Ze willen eens eventjes tot rust komen. Hun leven in de schijnwerper stellen. En kijken wat was het en wat kan het worden. Dat noemt men een cap year. Zo stond het in de krant. Een jaar van met een gat erin. Waarin men tot zichzelf komt. Men spreekt ook van de Sabbath year. En ik kan me herinneren uit mijn studietijd, toen ik het gymnasium af had, dat wij een jaar noviciaat hadden. Dat betekende een sabbatjaar, een jaar van rust. We hoefden niet te studeren. Pas daarna begon de vervolgstudie van 6 jaar, filosofie, theologie, al die vakken, tot je priester gewijd was. Ik vond dat een heerlijk jaar. Ik vond het werkelijk prachtig. Ik dacht, eindelijk eventjes van die studie af. En wat deden we dan? Lezen. Er werden lezingen gehouden, conferenties over onze toekomst, over geestelijke onderwerpen. We gingen wandelen, we gingen naar muziek luisteren, we gingen nadenken. Wat ga ik nu eigenlijk doen? Wat heb ik gedaan? Wie ben ik? Hoe moet ik verder? Wat is een goede toekomst voor mij? Dus in alle rust jezelf eens even doorlichten. En ik kan me dus voorstellen dat er jongeren zijn die zeggen, zoiets ga ik nu ook doen na de studie. Want het is belangrijk. Je wilt verder in het leven, maar hoe ga je verder? En om daar eens rustig over na te denken, op een afstand eens naar jezelf te kijken en te luisteren, links en rechts, en goed uit je ogen te kijken. En dan na een jaar pak je de zaak weer op, dan ga je de richting in die je hebt voorgenomen. Ik zou eigenlijk willen dat heel veel mensen, ook volwassenen die al ouder zijn, eens een periode van rust konden nemen. Niet van vakantie in alle drukte en met lawaai om zich heen en muziek in de oren en
uitgaan en drinken en aan het strand liggen. Maar dat je eens gewoon rustig je terugtrekt ergens in een vakantie. De natuur opzoekt en daar alles op je laat inwerken. Dat is voor ieder mens goed. Dan wordt hij misschien toch een mens die zegt, kijk, ik moet mijn richting een beetje veranderen. Wil ik iemand zijn die zelf gelukkig is en die ook anderen gelukkig maakt, dan moet ik dit of dat doen. De vakantie staat voor de deur. Ik wens u allen toe dat u een vakantie krijgt die tegelijk een doorlichte wordt van uzelf.